Vlak verzinken doe je om de kop van een bout in een werkstuk te verzinken. Span een werkstuk in met een geboordgat van 11 mm. Meet de dikte van de kop van de bout. Zo weet je de boordiepte om de bout vlak in het werkstuk te laten vallen. Voor een bout M10 gebruik je een vlakverzinkboor met een pengeleider van 11 mm. Monteer de vlakverzinkboor. Zet de boortafel zo dat het werkstuk op de juiste plaats en hoogte staat. Bepaal het nulpunt door de boor tot tegen het materiaal te brengen. Stel dan de juiste boordiepte in. Dat is de kophoogte van de bout plus een halve tot 1 mm. Trek de instelring naar je toe. Draai naar links. Druk daarna de ring in. Draai verder tot de gewenste instelling en breng de boor terug naar omhoog. Stel de boormachine in op het laagste toerental en boor tot op de juiste diepte. Boor met een gelijkmatige druk in het materiaal. Gebruik altijd koelvloeistof bij het verzinken. Stop de machine en wacht tot de boor volledig stilstaat. Haal de spanen weg met een spaanhaak. Kom nooit met je handen aan de spanen, ze zijn vlijmscherp. Veeg de koelvloeistof en spanen weg met een borstel. Controleer of de bout goed verzonken is in het werkstuk.